Greta Duisenberg brengt een bezoek aan deze man. Ze annexeren niet alleen de Palestijnse gebieden. Ze annexeren ook de Zuidse restaurants al. Zo ver gaan we. Ze, het woord ze. Ze bezetten niet alleen Palestina. Ze bezetten ook de restaurants in Amsterdam-Zuid. De visrestaurants tegenover de Rai. Wie zijn ze? U generaliseert. Dat sowieso uit het jargon van de nazi's kunnen zijn ontsproot. Zij uit zich als een antisemiet. Ja. Ze denkt als een antisemiet en ze praat als een antisemiet. De Nieuwe Revue noteert uit haar mond: Israëli's liegen altijd. Dat zie je aan die koppen. Schoften zijn het. Oh, en dan heb je Joodse dames. Ik leg met nadruk het accent op dames. Die dan voor mijn raam gaan staan en tot drie keer toe terugkeren om een middelvinger naar me op te steken. Of als ik in een open winkel sta, dan komt er een Joodse heer naar mij toe. Of langs de winkel en die roept, ik wist niet dat jullie antisemieten ook zouden bedienen. Ik ben ik en ik doe het op mijn manier. En natuurlijk is er soms iets op aan te merken. Maar mijn bedoelingen zijn oprecht. Ik denk dat na Saddam Hussein Israël het meest misdadige regime heeft in het Midden-Oosten. Een land wat zich het recht toe-eigent ten koste van de Palestijnen, die dagelijks met op grote schaal het internationaal recht schendt, staatsterrorisme bedrijft, sluipende genocide. Israël is de bezetter en de Palestijnen niet.